Hoi hoi, superleuk dat je komt kijken bij mijn filmpje. Ik heb vandaag deze kaart gemaakt. Dit is een kaart die ik gemaakt heb voor het vaste vrijdag item op mijn blog, namelijk de Vintage Vrijdag. Deze kaart heeft een gestempelde achtergrond en een geëmbost tak. En ik wil vandaag laten zien hoe ik die heb gemaakt. Ik moet alvast even bekennen dat het een gigantische zonnige dag is vandaag. En dat betekent dat er wel hier en daar wat hinderlijke schaduwen zullen zijn. Maar dat is iets waar ik niet zo goed, ik kan daar niet zoveel aan veranderen. En dat komt omdat ik mijn werkplek nou eenmaal dicht bij het raam heb staan. Een bewolkte dag is wat mij betreft voor het maken van filmpjes veel beter. Maar goed, ik hoop dat je het kunt volgen en dat je eventueel de kaart op je gemakje kunt maken aan je eigen bureautje. Oké, voor deze kaart heb ik gebruikt, eigenlijk de vaste set, hè, die ik gebruik voor het maken van achtergronden. Ik maak gebruik van de balletjes, van de randjes en een klein stukje van de krul. Vervolgens heb ik nog gebruik gemaakt van de stanse set Flourish Tinlids. Flourish Tinlids is een onderdeel van onze trots, namelijk Recht uit het Hart. Recht uit het Hart heeft hele leuke afbeeldingen, maar ook hele leuke teksten waar je echt alle kanten mee op kan. En die hebben we ook in een Engelse variant en die heet dan Flourish Phrases. En dan ziet hij er zo uit. Het is echt een, ik vind echt wel een aanwinst voor mijn teksten. En voor de mensen die mij een beetje kennen, die weten dat ik altijd heel veel teksten spaar. Een lijst met materialen die je nodig hebt voor deze kaart, die zie je zo dadelijk in beeld. En als dat te snel gaat, of je wil het nog een keer op je gemak bekijken, bezoek dan mijn blog even, want daar staat dan ook een materialenlijst. Oké, we beginnen met het maken van de basis. Ik gebruik hiervoor onder andere deze twee randstempels. Ik maak gebruik van de techniek afstempelen. En dat doe ik zodat de kleuren wat zachter uitkomen. Ik probeer een beetje in het midden uit te komen met mijn stempels. En dat ze een klein beetje aansluiten. Maar dat hoeft natuurlijk niet per se, zolang je het balletjesmotief maar een klein beetje ziet door de tak zo direct. Vervolgens ga ik het randje stempelen. Ook deze hoeft niet heel erg netjes, want hij komt toch hoe dan ook goed uit. Dat vind ik altijd het fijne van deze stempelset. Het maakt eigenlijk niet uit hoe je uitkomt. Dat is toch altijd wel goed. Zo. En dan als laatste ga ik met Tip Top Taal wat krulletjes maken. Ook hier begin ik eerst met het afstempelen. Dan zie je ze er nog wel enigszins doorheen. Maar dan zijn ze niet heel erg nadrukkelijk aanwezig. Zo, ik vind de kleur zo mooi in balans. Vervolgens pak ik mijn sponge sprayer. En dan ga ik met de kleur Crumb Cake. Ga ik in het midden wat kleur aanbrengen. En ik pak gelijk even de randjes mee. En om de randen heel goed
geaccentueerd te krijgen, kan je dan vervolgens nog even met een spongedauber, kijk, ja, is toch weer kleur, nog even scherp inkten. En scherp inkten betekent dat je eigenlijk je spongedauber precies op het randje van je papier zet. Heb je wel een klein beetje inkt aan de zijkant, maar dat is dan ja, niet wolkerig. Ik kan het niet anders uitleggen. Het is dan niet wolkerig. Nou, dit is eigenlijk alles wat je nodig hebt voor de basis. Je ziet, hij ziet er al lekker vintage uit. En dan gaan we nu de bloem stempelen en dat doen we met Versamark. Ik gebruik hiervoor mijn Emboss Buddy. Dat is een zakje met poeder. Zorg dat eigenlijk alle vette vingers een beetje van je papier afgaan. En dan inkt ik de stempel lekker in met Versamark. Ik zorg altijd dat mijn inkpad van Versamark goed gevuld is. Wij verkopen ook de navullingen. En dat is wel zo prettig, want als je pad namelijk iets te droog is, dan ja, heeft dat weer invloed op je afdrukje. Zo, zoals je ziet, heeft het koper embosspoeder een hele leuke, ja, mooie glans eigenlijk. Het is niet zo heftig als goud, dus wat dat betreft vind ik het koper vind ik echt een aanvulling. Vervolgens ga ik de tekst stempelen en dat doe ik met Early Espresso. Nu de basis klaar is, ga ik de verschillende vormpjes uitsnijden. Ik gebruik in ieder geval het randje en ik gebruik de bloem. En ja, dit zal wel iets van een blaadje zijn, maar hoe dan ook, het komt zo leuk uit met die balletjes die dan in die tak zitten. Voor het embossen van die hele ingewikkelde, gedetailleerde stansjes raadt men aan om de precision plate te gebruiken. Nou, je ziet, ze komen er heel mooi uit, dat wel. Maar je krijgt ze er niet zo heel erg makkelijk uit. Dus dan kun je gebruik maken van het borsteltje en het matje. Als je lichtjes over de stansjes druk, of hoe zeg je dat, gaat, dan is het best te doen. Ja, er blijven hier en daar blijven er wel wat over, maar dat kan je er later met een prikpennetje dan bijvoorbeeld even uithalen. Het bloemetje plak ik zo direct op een stukje lichter karton. En dat doe ik met de fine tip glue pen. Dit laat ik heel even drogen. En dan ga ik het zo meteen uitknippen. Nou, ik heb mijn strookje heb ik al een beetje gesponst. En daar plak ik het randje om. Je kunt ook, zeg maar, eerst het randje opplakken en daarna het decoratierandje er overheen. Maar ik denk dat ik eventjes eerst het decoratierandje ga plakken. Ik doe dat ook weer met de fine tip glue pen. Het randje plak ik ook weer op met Tombow glue. En nou kijk ik of het een klein beetje gelijk uitkomt qua motief.
zich is het denk ik zo wel oké. Nou, het bloemetje is inmiddels ook droog, dus die ga ik uitknippen. Die kun je uitknippen gewoon met een paper snips. Ik gebruik echter een pincetschaartje, omdat ik wat moeite heb om de papersnips vast te houden wanneer het gaat om gedetailleerde vormpjes. Ik krijg namelijk heel snel, laten we zeggen, een soort van kramp in mijn vingers. Okidoki. Nou zie je dat ik hier en daar misschien niet zo netjes heb geknipt. Dan pak je gewoon een sponge dauber en wat inkt. En dan in dit geval pak je dan gewoon wat soft zwelle inkt. Precies hetzelfde als het cardstock. En dan doe je gewoon de randjes een klein beetje sponsen. En dan valt dat allemaal weg. Nou, tegelijkertijd heb je dan ook een mooie schaduw om je geknipte figuurtje. Die komt hier. Nou, als laatste heb ik dan nog de balletjes waar ik het daarnet over had. En die balletjes die ga ik combineren met een banner. Die banner die maak ik met de pons die inmiddels al retired is. 1,5 centimeter bovenlangs ponsen en je hebt een banner. En die komt dan zo'n beetje hier. Ik spons ook deze randjes nog een klein beetje. Een klein beetje voor het accent. En ik heb nog koperdraad nodig. Dat leg ik alvast daar. In de tussentijd ga ik eventjes dit allemaal afknippen. Voor het grove werk gebruik ik papersnips. Blaadje ga ik weer met de multipurpose glue plakken. Het blaadje plak ik vast met de multipurpose glue. Dat wordt wel een klein beetje een glitterboel. Als je nou ook moeite hebt met het precies plakken, zeg maar. Dan kun je daar natuurlijk ook heel goed die fine tip glue pen voor gebruiken. Ja. Even kijken, want ik wil natuurlijk wel dat er genoeg balletjes te zien zijn. Anders is het effect een beetje weg. En vervolgens een stukje koperdraad. Nou, om hier een rondje van te krijgen, doe ik altijd om 3 vingers, om 2 vingers en om 1 vinger. En dan heb ik een beetje een rommeltje. En om het geheel nou wat af te maken, ga ik er toch wat bloemetjes bij doen, of blaadjes bij doen. Die heb ik uitgestanst met een van de stansen uit de set. Ik heb daarvoor gebruikt Tip Top Taupe, maar dat is dezelfde kleur eigenlijk als het randje. Dus ik ga wat contrast aanbrengen met wat inkt. Daardoor wordt het cardstock net een tintje donkerder en kun je toch zien, zeg maar, dat het een aparte afdeling is. Nou, het bloemetje is natuurlijk verhoogd opgebracht, dus dat maakt het makkelijk om achteraf nog nog wat versiering aan te brengen.
En dan lijm je het gewoon eigenlijk onder het bloemetje. Zo, het lijkt heel erg donker nu, maar als de inkt straks is gedroogd, dan valt het wel mee. Zo. Nou, omdat het maar een klein stukje betreft, gebruik ik even voor het gemak de multipurpose glue. Zo, en is de kaart klaar? Nou ja, klaar. Ik vind het nog leuk om een klein beetje bling in het hartje van de bloem te doen. Nou, dan pak je een scherp voorwerp. Nou ja, scherp in ieder geval iets waarmee je onder de bloemblaadjes kan. En dan maak je de bloem wat voller. Zo. En dit kan natuurlijk echt alleen als je de binnenkant niet op het papier hebt vastgeplakt, want anders dan zit het vast. Nou, dit was de kaart van vandaag. Ik vond het heel leuk dat je weer kwam kijken. Mocht je nog vragen hebben, dan kun je natuurlijk altijd even een mailtje sturen naar onderstaand mailadres. En ik hoop je de volgende keer weer te zien. Doei doei!